Mets heeft 2 Nederlandse kampioenen. Wesley en Esia zijn eerste geworden met de Russische vechtsport Sambo. Wesley, jij bent Nederlands kampioen Sambo geworden. Klopt. Kan jij mij heel even kort uitleggen wat Sambo nou is? Sambo is een Russische variant judo. Je moet het zo zien, het judo van vroeger, dus eigenlijk, ik ben nu 35. Toen ik 5 was, ben ik begonnen met judo. Eigenlijk wat ik toen heb geleerd, dat mag bij judo nou niet meer en bij sambo wel. Ja. Tegenwoordig mag je niet meer zoveel bij judo. Je mag elkaar nog net op de grond gooien. En bij sambo is het zo dat je mag benen pakken, beenklem, kaatkruma. Esia moest tegen 2 tegenstanders spelen en van beide heeft ze gewonnen. Ook zij is Nederlands kampioen. Als ze daar je naam roepen, dan gaat er gewoon iets door je lichaam heen. En dan besef je niet dat je Nederlands kampioen bent. Want het is allemaal zo snel gegaan. En ja, het is gewoon heel erg leuk. Het was voor Wesley nog even spannend. In oktober heeft hij een blessure opgelopen. Ondanks dat wist hij de eerste plek te bemachtigen met hulp van zijn trainers. In oktober heb ik mijn knie uit de kom gehad. Door ik eigenlijk niets mee zou doen met de NK. En de arts ook zei van, gaan we niet redden. Waarschijnlijk banden gescheurd. En denk 6 weken daarna, dan zeiden ze dat de banden uiteindelijk niet gescheurd waren. En dat ik toch weer kon revalideren. Nou, dat is sneller gegaan dan verwacht. Met hulp van Pat en Ed. En was dat mentaal lastig met zo'n blessure? Als jij denkt, als je doorkrijgt dat je waarschijnlijk niet meer mag sporten. Dan is dat wel even klap. Maar als je dan er bovenop komt en je hebt zulke mensen achter je staan die je dan doorheen krijgen en dan zeggen van, nou ja, je bent best van Nederland en dan gaan we het bewijzen ook. Ja, dan helpt dat wel. Ja. Je leert heel veel basis of greepjes en dat ga je je eigen maken. Kijk, ik geef altijd als vergelijk, toen ik als klein kindje mijn tanden poetste, mijn moeder moest dat vasthouden. En die ging dat dan helpen en die telde dan tot 10 en 10 keer onder en 10 keer boven. Ik denk als ik nu morgenochtend of vanavond mijn tanden poets, dat ik nog steeds datzelfde aantal doe, omdat dat zo in je systeem geslepen zit. En dat ga je dus ook met die technieken doen. Die ga je tot in den treuren oefenen, tot het je eigen wordt. Ik denk dat jij het wel heel goed zou kunnen. Patrick heeft een mooie pak voor jou. Dus, Dan gaan we dat doen. Zo, wat heb je?